Zo kijkers, daar zijn we weer. En onlangs hebben we de Beaver gebouwd, testgevlogen en wat dingetjes aangepast. Waaronder deze Dubro banden, de 4,5 inch luchtbanden. En nu heb ik weer een update gedaan. En dat zijn de, of is de propeller. Driebladspropeller propeller heb ik erop gezet voor het zicht, zeg maar. He, dus origineel zit hij met een tweeblads propeller vast. Maar de Beaver in deze uitvoering is ook te zien in het echt. Op een filmpje op YouTube. En dan zie je dat hij dus op het water een drieblads propeller gebruikt. En het ziet er gewoon veel mooier uit. Dus dit is... Eigenlijk een propeller van een ander vliegtuig. Ik weet zo even niet de naam van FMS, maar het werkt dus één op één, om het zo maar te zeggen. Je koopt deze set, je zet de propellersbladen erin, want die zijn los als je het koopt. Die schroef je hierin vast, in het achterstuk, met drie schroeven. En dan draai je de spinner dopper eigenlijk op. En dat is eigenlijk alles. Ja, het ziet er gewoon... 10 keer zo realistisch uit als met de originele propeller die meegeleverd wordt als je deze kist koopt. De nieuwe propeller. En ik laat later deze week, misschien volgende week, weet ik nog niet. Moet ik even kijken of ik de tijd ervoor kan vinden. Laat ik ook nog even een vliegfilmpje zien van hoe dat hij presteert met deze propeller. Dus dat was die weer. Vond je dit nou even leuk om te zien? Heb je zelf zo'n Beaver en heb je er iets aan die info die ik je allemaal zit te vertellen? Vind je het leuk om mijn filmpjes te volgen? Abonneer je dan gewoon eventjes hieronder. Het kost niets en dan blijf je altijd op de hoogte van de allernieuwste filmpjes die ik maak. Omtrent het modelvliegen. Ja, het volgende filmpje is vanaf het veld met de eerste vlucht met die nieuwe driebladsprop. Nogmaals bedankt voor het kijken en